Hoi, ik ben Rogier van Wintersport.nl en kenners die zien het vast al waar ik sta met dit geweldige uitzicht achter me. Ik sta namelijk in het Grand Massief en in deze video neem ik je mee op wat misschien wel de beroemdste afdaling is van dit gebied. In deze video gaan we samen Le Cascade doen. Op het forum en op het weblog lees ik verschillende verhalen over deze afdaling. De een vindt het echt een geweldige afdaling en de andere vindt het veel te veel prikken. Ik ben benieuwd wat ik ervan ga vinden. Zo, daar beginnen we met de cascade. We slaan nu af en vanaf hier is er geen weg meer terug voor een 14 kilometer lange piste. Het eerste deel van de cascade zit erop en het is zeker waar, er zitten veel vlakke stukken tussen. Maar wat een geweldig uitzicht hebben we hier. Ja, het voelt echt als een wandeling aan door het hoge bergte. Ik ben benieuwd hoe het hier lager aan gaat voelen. Mocht je nou tijdens de afdaling van de cascade in de problemen komen, dan staan er om de zoveel 100 meter van dit soort, ja, wat zijn het, wegenwachtpalen eigenlijk, maar dan voor pisteurs, waar je de bergredding kan alarmeren. De cascadepiste die vertrekt vanaf de Grand Placer op zo'n 2500 meter hoogte. En daarna daal je helemaal af tot aan Sixt, wat op zo'n 700 meter hoogte ligt. Dat maakt dat deze piste zo'n 1800 hoogtemeters heeft. Nou, dat is een flinke afdaling. Maar dat over 14 kilometer, ja, daar zitten er ook wel wat vlakke stukken in. Wintersporters die op zoek zijn naar echte carvingstrekkers, ja, die kunnen de cascadepiste beter links laten liggen. Maar iedereen die zin heeft in een mooie wandeling en een mooie tocht door, ja, echt een geweldig mooi natuurgebied, ja, die kan ik de cascade van harte aanraden. Zo, helemaal beneden. Maar we zijn er nog niet. We zijn nog niet terug in het skigebied. Want als je beneden de cascadepiste bent, dan moet je de bus pakken om weer terug te gaan naar Samoëns. Ja, is deze cascadepiste nou de moeite waard van het prikken op de vlakke stukken en daarna om helemaal met de bus terug te moeten gaan? Ja, dat moet ieder voor zichzelf weten. Mijn mening, ja, als je een week in het Grand Massief zit, dan moet je deze tocht een keertje skiën. Zeker vanwege het geweldige uitzicht. Ben jij wel eens in het Grand Massief geweest en heb jij de cascadepiste wel eens gedaan? Dan ben ik erg benieuwd naar jouw mening. Vind jij deze piste de moeite waard? Laat het me hieronder weten in de reacties. We'll be right back.